Hey, hallo en welkom alweer bij het nieuwe videoweerbericht van vandaag, vrijdag 17 maart 2023. We zitten nog altijd in erg zachte luchtmassa's, zelfs nog zachter dan die van gisteren, waarbij de temperaturen een stuk hoger komen te zitten. Ook al om de dag te beginnen, het is zo'n 8 à 9 graden en in de loop van vandaag noteren we maxima van 15 tot wel gemakkelijk 16, 17 graden. Wie weet lokaal, misschien zelfs nog een graadje meer. Daarbij zijn er vooral vanochtend eerst nog wel brede opklaringen te verwachten. Maar geleidelijk aan neemt de bewolking toe en krijgt de zon het moeilijker. Eerst met hoge wolken waar ze nog wel vrij vlot doorheen geraakt. Maar in de loop van de dag wordt dat meer en meer ook andere bewolking waar ze het moeilijker mee krijgt. Het is niet onmogelijk dat er hier of daar in de loop van de dag alles een klein buitje of een drupje regen valt. Maar veel zal dat zeker niet worden. En heel veel plekken houden het gewoon ook helemaal droog. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. Vanavond en vannacht blijft het zacht, met veel wolken. Ook dan zou al eens een drupje regen kunnen vallen, maar die kans is niet zo heel groot. Ook dan houden vele plekken het gewoon droog, bij minima van zo'n 8 tot 9 graden. Ook morgen zitten we nog in die hele zachte lucht, met maxima van 15 tot 17 graden. Maar het wordt wel onstabieler. En volgens de laatste berekeningen zou in de loop van morgen hier en daar zelfs een bui kunnen vallen. Eventueel zelfs met een onweerachtig randje. Dat er hier of daar een paar donderklappen zouden kunnen vallen morgen, zal mij echt niet verwonderen. De lucht is er onstabiel genoeg voor en ook warm genoeg met dus die maxima van 15 tot 17 graden. Het zal zeker niet overal zijn dat er iets valt, maar de kans op een bui wordt dus toch wel groter bij ook morgen nog een matige zuidelijke wind. De nacht van zaterdag op zondag wordt een zachte. Met minima van 8 tot 9 graden komen we weer heel erg goed weg. Zondag overdag is het dan wat minder zacht geworden. We zitten in iets minder warme lucht, maar toch halen we nog gemakkelijk 11, 12 graden. Er is kans op een druppeltje hier of daar, maar de meeste plekken houden het eigenlijk gewoon de hele dag droog. Er is wel redelijk wat bewolking, al schuiven er ook wel eens van tijd tot tijd wat opklaringen voorbij. De wind zit dan wel iets meer in een westelijke richting. De nacht aan maandag wordt iets kouder en vanaf maandag zet ik er weer eventjes de pluim bovenop, zoals je dat dagelijks van mij gewoon bent. En daarin zie je dat ook volgende week die temperaturen hoog blijven, met de eerste dagen van de week iets minder hoge maxima. Later in de week loopt dat kwik weer op. Wat verder opvalt, is dat de neerslagpluim, dat is de onderste grafiek, de bovenste is de temperatuur, die onderste grafiek wel, die is toch een stuk opgedroogd. Als we kijken naar de eerste dagen van de week, dan zitten daar duidelijk veel minder neerslagsignalen in. Het is pas later in de week dat die opnieuw toenemen, maar dat is nog erg ver weg en buiten de betrouwbare verwachtingstermijn. Eén ding is zeker, die koude lucht die komt voorlopig niet terug. Je ziet dat die maximumtemperaturen echt wel hoog blijven zitten. Kort samengevat, eigenlijk blijft het een beetje zoals het deze dagen is, met redelijk wat wolken, dat wel, en dus die aanhoudend zachte temperaturen. Zo, bedankt voor het kijken. Morgen is het weekend, dat is zaterdag. Dat betekent dat de update wat later komt, maar tegen uiterlijk 10 uur staat hij er wel op. Kom dus gerust opnieuw kijken. En zoals gezegd, bedankt voor het kijken en alvast tot de volgende. Dag.